Alsof je, wanneer Jelle en Koos en Jelle aan tafel zitten, nog niet genoeg superhero shit voor je kiezen krijgt in bijvoorbeeld nerdculture. Zit hier ook nog een Daan erbij om een het GameKings content ook nog eens een vol superheld te purren met super. Een echte superheld in het huishouden. Ja, ben je dat? Nee. Doe je dat vaak? Nee, maar de laatste tijd heb ik het wat rustiger. Dus dan ben ik sta ik wel eens met een stoffertje in mijn hand. En een dweiltje en shit. Ja. Sick. En heb je dan... I want to break free. Ja, ja, zeker. Dat is ook een superheld, hè? Eddie Mercury. Zeker weten. Nee, de JJ als hoofdredacteur, die kwam, en dat net zoals veel mensen hier in de comments, tot de conclusie dat er zowel in filmland, is natuurlijk al veel gehoorde kritiek, dat er heel veel, of eigenlijk te veel, superhero shit uitkomt. Mm-hmm. En dat heeft ook plaatsgevonden eigenlijk een beetje in gameland, als zijnde, dat vinden veel mensen. En JJ heeft zoiets van, er wordt elke maand wel een superhero game aangekondigd. Dat is natuurlijk licht gechargeerd, maar ik snap licht wat het gechargeerd misschien, maar we hebben het vrij druk gehad over met superhero stuff. Wel veelal dingen die nog wel moeten komen, hoor. Dus zeker. De age of the superhero games daar zitten we bijna in. Maar dat, ja, maar dat vind ik een beetje, dat is een beetje wat raar is. Ik zie jou ook moeilijk kijken. Ik zie ook altijd een beetje hoe videogames laggen ten opzichte van de huidige trends, omdat het natuurlijk gewoon jaren duurt om een game te maken. Ja. En ik heb een beetje het gevoel, en misschien hebben de mensen dat thuis ook wel. De era of superheroes is een beetje op zijn terug. Ja, maar het is voor ons, als zijn de MCU-aficionado's, omdat die nepper worden. Nee, maar je wilt dus... De games komen uit op het moment dat de conjunctuur alweer naar beneden begint klopt, te bewegen. Ja, dat bedoel ik. Van en idealiter wil je, weet je, ten tijde van endgame hype wil je superhero games. Nee, maar gamers zijn altijd, gameontwikkelaars zijn altijd te laat met shit. Ja, tenzij ze zelf iets gaan bedenken, hè, en het heel vet en goed doen en niet zich laten leiden door de wereld. Nou, Rocksteady heeft dat gedaan natuurlijk in het verleden. En Insomniac op zich ook nog wel. Uh-huh. Ja. Maar als jij een Infinity War-esque game rondom de release van Infinity War zou hebben, dat is meestal geen goed teken. Nee, maar ik bedoel ook niet van een movie game. Ik bedoel gewoon superhero games dat moment. Ja, ja. En dat hoeft niet per se aan een film gelieerd te zijn. Maar we gaan even een lijstje langs, want ik heb toch al zo'n titel of 12. Die in principe... Het is veel meer dan ik dacht wel, moet ik zeggen. Ja, precies. Tot en met... eentje bijvoorbeeld is al uit, maar over een periode van hoeveel jaar? Nou, ik denk vanaf ongeveer 2 maanden terug of iets dergelijks... tot en met eventueel begin 2024. Ja, maar jij heeft in principe zijn dit de games die... naar verluid zouden moeten uitkomen volgend jaar en dit jaar en wat dan ook. Dat zou betekenen dat nou, volgend jaar denk ik dat komen. Dat ook fake news vanuit JJ is, omdat Spider-Man 2 of 2023 komt. Begin 2024? Of bijvoorbeeld Wolverine? Is nog nooit iets over gezegd, dus volgens die komt vast 24. Nee, volgens mij kwam die 24 inderdaad. Maar oké, laten we zeggen dan 12 games over 3 jaar. Ja. Dat vind ik nog 2,5. We gingen toch ook weer 2 maanden terug ja, hier? En dan dus tot en met 2 jaar is het 2024, 2023, 2024 halverwege. Of eigenlijk zelfs 3/4. Maar laten we zeggen halverwege. Dat is kleine 2 jaar gaat deze tijdspan over. 12 games in kleine 2 jaar. Okay. De eerste denk ik die uitkomt is Gotham Knights. Ja. Nou... Nou, niet heel hyped voor. Zo kort was het ook, laat maar zitten. Ik hoop dat het leuk gaat zijn. En ik denk dat het leuker is dan Marvel's Avengers. Want ze doen allebei een beetje hetzelfde, maar ook weer niet. Want dit is... Is dit nou Darkwing? Is dit Nightwing? Hoe heet het? Deze game gaat niet meedoen aan die microtransactions en al die fucking bullshit. Het is gewoon een game die je online koop kan spelen. Ja. In die manier doen ze het anders dan Marvel's Avengers. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, wat ik heb gezien van de gameplay, vind ik het weer niet heel erg anders. Een beetje een allegaartje, vond ik het. Nou, en wat Marvel's Avengers wel deed... Maar wat Marvel's Avengers wel deed... Was gewoon een leuke story. Was een goede storyline. En dat is ook waar de game heel erg botste. Met een live service component en gewoon de campaign component. Want de campaign was eigenlijk best leuk, maar werd opgehakt in live service dingetjes. En ik denk dat het hier niet heel veel anders gaat zijn. Nou, ik denk niet dat ze toch een keer die opgehakte live service shit gaan doen. Nee, die doen ze niet. Maar ik denk heel eerlijk dat het qua verhaal niet heel veel beter gaat zijn. Ik hoop natuurlijk van wel. Maar beter dan? Nee, niet heel veel beter gaat zijn. Omdat je hier altijd de dan keuze... Welke game?
dan Marvel's Avengers. Omdat je was aardig. Ja, maar omdat je hier altijd vrije keuze hebt in characters. Ja. Dus je kan hem niet helemaal toespitsen op één character en daarvan het verhaal vertellen. Het moet altijd toepasbaar zijn. Ja, dit ziet er verschrikkelijk uit. Vreselijk. Maar de gameplay is namelijk ook vreselijk. Pritstift actie. Hij zit half aan de grond gelijmd en half glijdt hij er weer overheen. Ja, de pritstift actie is inderdaad een goede. Maar dan heb je, want ergens natuurlijk Gotham of Arkham City was een hele vette game. Ja. Waar je rond ook hetzelfde opzet. Alleen was dat geloofwaardiger of ja, maar was dan kan het niet je het verhaal weer toespitsen op de hoofdrol spelen. En dat kan hier niet. Nee, al denk ik dat gebeurde in Avengers toch ook, dat je gewoon het stukje verhaal tussen level A en B ging over Bonnie Clark en Snapped dus Widow. Dat stond eigenlijk altijd al vast. Die story cutscenes stonden al vast wie dat zouden zijn. Ja, maar kon je dan niet in de missie zelf kiezen wie je wilde gaan gebruiken? Ja, dat wel. Maar daarom, in die zin dat is hetzelfde nu meer open. Dat is nu ook ik zo. Hoop het. Oh, okay. Want ja, ik bedoel, op het moment dat deze ieder moment ingewisseld kan worden voor een andere, ja, dan werkt het niet. Maar niet ieder moment, toch? Het is gewoon missie per missie. Nee, stel hier, whatever, deze fucking guy. Stel Red jij, the Nightwing, ja. Ja, je hebt Batwoman gekozen. Staat hier dan nu Batwoman? Nee, ik denk dus dat het verhaal gaat altijd, denk ik, zijn. De cutscenes gaan tussen, in dit geval gaat dit stukje verhaal om Red Hood en Nightwing. Mm-hmm. En als je dan op de volgende missie zit, dan kan je misschien Batgirl en Nightwing kiezen. Ook al is de missie... Ja, zo, je kan toch altijd met z'n vieren spelen? Oh, op die manier. Ja, oké. Ja. Okay. Ja, maar dan kan je alsnog de cutscene even weglaten als Bat... Weet je, Batgirl, dat is ook die heel komt raar, hier gewoon dus in de stel game. Stel dat jij met Batwoman speelt en noem nog eens een andere die niet die twee guys zijn. Robin. Robin. Als jij met Batwoman en Robin speelt en vervolgens ben je aan het einde van de missie en dan krijg je cutscene met deze twee totaal andere gasten. Ja. Denk je dat je die kan kiezen dan? Want is het niet zo dat wanneer je bijvoorbeeld een missie met, dus net zoals Red Hood en Nightwing, dat je ook de missie moet doen met Red Hood en Nightwing? Yui zegt, de missies zijn hier op karakter, ja. Maar je kan altijd ten alle tijde met z'n drop vieren in, drop spelen. Out. Ja, maar dus dan is het dus... Is het niet gewoon dat je hem dan begint als en eindigt als en dat je daarbinnen kan kiezen van oké, ik drop nu deze in en ik wissel hem even in voor die en ik wissel die in. Maar voor je kan hem niet inwisselen toch als Yamati al die guy is? Precies, true. Dus dan kies je een van de vier. Dat is inderdaad denk ik een beetje hoe dat zit. Ja. Maar in ieder geval, dus we hebben allemaal onze bedenkingen bij zowel hoe de gameplay in elkaar zit, hoe het verhaal in elkaar zit. Kijk, nee, de wereld dan dus niet, want dat is gewoon Arkham stuff, dus dat is vet. Ja, maar, ja, maar dan zou je toch denken, dan heb je toch eigenlijk al de hele fundament voor de game qua gameplay, als je de Arkham games hebt. Maar dan zie ik dit en dan zie ik... De actie is overdreven, omdat ze natuurlijk Spider-Man shit hebben gezien. Dus niet, ze hebben Spider-Man gezien, dat is een agile character. Ja. Batman niet per se. Dit ziet er niet uit alsof het vanaf de grond af is opgemaakt. Nee, het is vanaf de stront uit opgemaakt. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat wij alle drie aan tafel liever gewoon een Arkham game hadden gehad, toch? Tuurlijk. Ja. En daarbinnen kun je dus wel afwisseling hebben. Niet per se. Nou, Arkham game, die heb ik zoveel gespeeld. Ik was toe aan een Gotham in plaats van een Arkham City game. Prima. Alleen wat ze ermee doen, dat is inderdaad misschien niet helemaal wat wij... En of het nou inderdaad wel of niet met Batman had moeten zijn, dat nou ja, ik wil dat best loslaten. Dat is wel cool met andere characters. Ja, dat vind ik ook wel cool. Maar het verhaal van Arkham, dat was gewoon lijp. Weet je? Ja. Dat ging om Batman en de enemy en wat dan ook. En nu gaat het om een team van vier en een enemy groep. Het voelt veel generieker. Ja. Ja, dat heb ik ook. Ja, ik ben heel erg bang gewoon voor de Marvels. Marvel's Avengers heeft ons gewoon getraumatiseerd. Ja. en de beelden zien er gewoon niet lijp uit. Nee, daarom. Het lijkt in veel opzichten daar te veel nog op. Ondanks dat het niet die live service shit is. Ja. En niet van dezelfde maker, dat ook nog. Nee. Maar ja, dan kan je natuurlijk bij deze game in ieder geval al afvragen. Ik weet niet precies meer welke studio erop zit. Maar of die studio dan niet... Een team van Warner wat volgens mij gewoon erop zit. Ja, maar ik weet niet welke... Weet je, die hebben natuurlijk of namen of het heet Warner Ottawa of zo. Maar dat denk ik niet. Het zag eruit als een Canadian trouwens. Ik zag net volgens mij nog de naam voorbij komen. Ja, nou ja, anyways. Volgens mij was het wel een bekendere studio. Is het Sucker Punch? Nee. Nee, precies. Dat was natuurlijk niet bezig met... andere dingen. ja, ik, dit is zo'n soort, volgens mij, magnitude studio. Maar of die dan gebaat was geweest bij het ontwikkelen van een andere game. Want natuurlijk de kritiek van... Ik hoop dat aan het eind van dit... of sterker nog, dat kunnen we nu toch al zeggen. Wanneer er heel veel superhero of wat voor game, BR games, alle andere trends die geweest zijn, wanneer mensen concluderen, oh, er komen te veel van uit, dan is dat toch alleen zo wanneer die games niet goed zijn
En het beter, die production effort beter in iets anders had kunnen zitten. Je zou mensen nooit horen klagen als het allemaal top was. Hetzelfde met VR, maar ik denk dat, maar ik denk dat nu al wordt gezegd, omdat dus superhero movies zijn een beetje op z'n toe op dit moment. Ja. En dan, misschien komen ze keihard terug, hè, dat weet ik niet. Maar nu voelt het heel even, qua sentiment ook, onder de mensen, alsof het een beetje terugloopt. En, maar, en kan het te veel zijn? Nou, laten we dat aan het eind, voor het eind bewaren. We hebben een onaangekondigde Iron Man game van EA. Er is nog geen trailer van, dus dat hebben we niet. Een Iron Man game. En waarvan jij hoopte dat het niet open world was, maar dat het met corridors was, waarin je soort van gedwongen wordt om te vliegen binnen barrières. Nou, kijk, nu zeg je dat veel te gechargeerd en weird. Ik hoop meer op een Uncharted-stijl dan een Spider-Man-stijl. Dat is wat ik zei. Ja, wat ergens hetzelfde is wat ik zeg. Je hoopt niet op een open world Iron Man. Dat jouw manier waarop je het brengt heel erg gekleurd is. Maar, oké. Okay. Ja, ga je Uncharted? Het is maar een gangetje, corridor. Nee, de ervaring is veel meer dan dat. Ja. Maar daarvoor is die gangetje shit verhaal nodig. Shit is vet. Om het gevoel te krijgen van een Iron Man, hè, die, daarvan wil je nou eenmaal dat hij lekker rond kan vliegen. Ja. Dan moet je wel echt een soort van open, en nu ga ik een Sonic woord gebruiken, waar ze schijnbaar heel erg geil op zijn, open zone. Achter de game hebben. Van dat je van zone naar zone. En maar was Marvel's Avengers was niet open zone, toch? Dat was te beperkt. Ja, nee, maar gewoon tergend level design. Echt tergend level design. Dus, Misschien dat het dan was. Maar, die zones moeten voor wat mij betreft echt groot zijn. Anthem, was dat een open world game of een open zone game? Open world. Buiten de hub was het gewoon open. Ik zou het liefst zoiets willen. Ja, ik denk ook dat het vet verhaal. Dat de Spider-Man setup goed kan werken. Want daar heb je ook, de missies zijn vaak best wel op rails. En waar dan? Huh? Waar dan? Wat bedoel je? Waar moet de game zich afspelen? Oh zo, niet alleen in New York, maar ook in Wakanda. Dus dan zijn het alsnog open zones. Ja, op die manier wel dan. Ja, maar hele open, grote. Ja, open gebieden. Ja. Ja. Maar dan wel, bij een Spider-Man zie je ook, daar heb je gewoon de missies zijn wel vaak on rails, maar binnen wel een open wereld. Maar ik vond het voor Iron Man's movement abilities, of gewoon wat je met Iron Man zou kunnen doen met het rondvliegen, net zoals hetzelfde als in Anthem, vond ik de levels van Avengers te klein. Want het voelde gewoon een soort van, weet je, donk, alsof je ergens tegenaan zou. Ja, maar omdat je zowel met Iron Man er doorheen moest vliegen, als met Black Widow doorheen moest rennen kilometers. Heb jij Miles Morales gespeeld? Ja. De eerste missie, dat je door die mall moet springen en glijden. En dat soort missies zouden zich heel goed lenen voor Iron Man. Precies, dat is Uncharted. Ja, precies. Ja, maar wel in een open wereld. Ja, maar die open wereld kan voor mij gestolen worden. Weet je, dat soort missies dus zou je willen. Ja, want dat wil ik dus precies niet. De open wereld, maar waarbij de missies wel. Oké, je moet wel het gevoel hebben dat je vrijheid hebt. Maar het ding is, ik ben bang dat als we deze ook open world gaan maken, en misschien Wolverine ook, en whatever, dan gaat het allemaal op elkaar lijken. Weet je, dan wordt het allemaal reskins van elkaar. Ja, dan wordt het Assassin's Creed, maar dan met nu dit keer Spider-Man, en dan met Iron Man. Ja, nee, dat is waar. We hebben in ieder geval, we komen nog meer van dit soort games zo meteen tegen. Want natuurlijk is ook in gaming Marvel dan aan het domineren een beetje. Multiverses, though, dat is van Warner. Dit mogen we geen superhero game noemen. Nee, dit schaar ik niet onder superhero games. Gewoon popculture game. Nee. Nou ja, daar zitten superheroes in. Ik ben nu ook maar de advocaat van J.J. Scooby-Doo zit er ook in. Nee, dit is geen superhero game. Nee? Nee. Oké, okay, nou dan cancelen we hem. Dus dan zijn het er bij deze 11 geworden. Dus dat, ik kan je straks vertellen dat het een 10 worden namelijk. Oh. Je hebt gelijk. Ja. Ik ben benieuwd. Van de volgende Maar eerst gaan we nog even een uitstapje maken naar iets dat wat mij betreft inderdaad ook overbodig is. Namelijk Marvel's Spider-Man 2. Jij moet echt heel gauw je mond spoelen. Overbodig. Super geliefd. Enorm hoge scores. Wat overal, mij betreft overbodig, unaniem. Zei ik het heel netjes ook. Ik zei niet, het is overbodig dit. Nee, ik zei wat mij betreft zeer overbodig. Wat mij betreft spoor je niet. Ja, nee, dat kan inderdaad, ja. Maar ik vond Spider-Man gewoon een slechte open world game. En ik ben een open world puppy. Het was juist een van de games die het meest 100% werd. En dan doe je echt iets goed. Nee, dan doe je iets verkeerd. Nee, dan doe zelfs. Je echt iets heel goed. Dan is de open world mechanics die erin zitten zijn heel simpel. Nou, ze waren niet heel moeilijk. Maar het nodigde echt uit om het te doen.
Nee, maar ik vond het ook niet te weinig. Ik ben het met je eens. Het is niet de meest diepgaande open wereld. Nee, het is niet een echte open world game. Het is een soort van, je kan van verhaal missie naar verhaal missie swingen. En ondertussen wordt er een oud vrouwtje verhoofd. Ja. Of je kan een, weet ik wel, een plek fotograferen. Weet ja, je, maar nou, aan de andere kant, als de verhaal missies en inderdaad collectibles wel dusdanig interessant zijn. Dat je het dat... was een, maar mag ik eventje, want jij loopt het altijd geen 40 op een Ubisoft open world setting. Dat, ja. Of open world mechanics, dat was dit. Dit was gewoon veertjes collecten. Ja, ja. Dit was precies maar, zoals een Assassin's Creed game. Maar in een tijd van 15 tot 20 uur max, weet je wel. Ja. En binnen de context van Spider-Man zijn. Ik vond het juist goed gedaan daardoor. Ja, het is ook echt een game waar je 20 uur, prima. Ja. En dan heb je een hele leuke tijd gehad. Als je wil pletten, of dan ben je misschien nog een paar uurtjes langer bezig. Nee, ik heb het gefijnste open world, maar het is eigenlijk een... Ik snap je punt. Een lineaire game. Ja. En daarom vond ik het niet een sterke game. Het open wereld is meer een gegeven om je de vrijheid te geven om rond te slingeren. Maar that's it. Ja, maar Marvel Spider-Man 2 is wat mij betreft daarom dus inderdaad. Omdat ik het gewoon niet een lijpe open world game vind. Maar gaat niet veel anders doen, toch? Nou, dat moet nog heel even blijken. Er is natuurlijk heel erg wordt er gegeven dat er twee Spider-Man zijn. Mm-hmm. Ik denk, dat zien we ook wel in de trailer. Ja. We zien Miles Morales en Peter Parker. Was dit al, de trailer daarvan? Ja, ja. Nee, ik heb niet gezien omdat ik aan het willen was. Ja, mag ik hem nog een keer zien? En Venom zit erin. Dus dat is sowieso een enemy. Ja, waar iedereen... technisch denk ik ook wel. Dat is nog wel echt interessant. Maar ik denk gameplay ook. Want we hebben gezien in de broncode uiteindelijk, toen Spider-Man Remastered naar de PC kwam, dat er al signs waren van co-op in de game, maar dat waarschijnlijk geschrapt is. Dat hebben ze waarschijnlijk geschrapt om dat voor Spider-Man 2 te bewaren. Denk je niet dat ze het zo meteen weer ontschrappen, omdat ze zien dat Gotham Knights flopt? Dat ze denken, oh, niemand wil fucking co-op, laat maar zitten. Nee, maar ik bedoel, deze twee zijn anders dan die vier. Dit voelt wat meer als een rigide, oké, tweemans, doe je shit samen in plaats van drop-in, drop-out. Precies. En ik vind het ook wel een mooi opstapje. Eerst Spider-Man, dan Miles Morales en dat culmineert in deze game. Ik denk dat het ook kan werken hoor, als je met z'n tweeën door die straten slingert en achter dezelfde boek. Dat kan heel leuk zijn. Ja. Dat heb ik wel altijd nog niet bedacht. Als je zo elkaar... Heb je hem nou gezien, Venom? Ja. Hij wordt gevoiced door Candyman, de originele Candyman. De Candyman van de jaren 80 of wat dan ook, die voiced hem door 90. Ja, grappig. Dat is dus inderdaad wel echt een prominente, waarvan we weten wat we kunnen verwachten. Hele belangrijke ook voor Sony natuurlijk, hè? Spider-Man, huge IP. Dan hebben we inderdaad nu een game waarvan jij zegt dat het is geen superhero shit. En dan ben ik het helemaal mee eens. Robocop. Ja. Rogue City is namelijk, Robocop is geen superhero. Dat is namelijk een robotpolitieman. Punt. Ja. Nee, Terminator noemen we dat ook niet. Nee. Dus, Aliens ook niet. Hoe heet het? Deus Ex, Adam Jensen is ook geen superhero. Nee, oké, dan jeeten dus, we deze ook gelijk weg. Dit was 10 hebben we er alsnog maar in 2 jaar. Nou, dan blijft het maar weinig over. De volgende, though. Wat wordt dit? Marvel's The Gaan Wolverine. Gaan we die reframe als zijn er te weinig superheroes? Ja, we gaan nu met de vraag dit hele standpunt onderuit. Ja, precies. Dan moet je niet inderdaad 3 mensen die alles weten van superheroes aan tafel zetten, want als jij, dan kan hij misschien nog hier verdedigen waarom hij vindt dat Robocop of Multiversus wel superhero shit. Ja, er zit nog superhero in, maar dat is... Omdat dat hij is ergens is die above human. Niet zijn heel veel games ook. Ik heb ook nog nooit iemand zo hoog zien springen als Mario namelijk, dus dan is hij dat ook. Nou ja. Superhuman. Met een fucking grote neus. Zelfs ondanks die domme grote neus kan hij zo hoog springen. Daarom. Die guy is superhuman. Fucking superhero. Als hij een plantje eet, kan hij vuur uit. Dan is hij Human Torch. Hij is een superhero. Ik kan jou een chipje geven, heb je hetzelfde hoor. Ja, ook zo. Inderdaad. Kan jou een ei geven, dan ben je ook een Human Torch van een acid spraying. Maar we hebben de Wolverine. Die komt. Daar kijk ik als eigenlijk nog het meeste naar uit, denk ik, van deze hele lijst. Het kutte is, want ze hebben al gedeeld of dit nou wel open world werd of niet. En ik weet het gewoon oprecht niet meer. Hebben ze dat gedeeld? Ja, dat hebben ze en al dit gedeeld. Is, dit is toch dezelfde studio als Marvel Spider-Man? Yep. Ja, dus ze gaan eerst Spider-Man maken. Ja. En daarna pas gaan ze de Wolverine uitbrengen. Ik denk dat die tegelijkertijd ontwikkeld wordt. Ik denk sowieso, Spider-Man heeft natuurlijk minder ontwikkeltijd nodig. Omdat het gewoon voortbouwt op de engine. Ja. En ik wou net zeggen, Miles Morales zag je al hoe snel ze dat konden doen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, nu deze zullen ze wat upgraden omdat deze next-gen only is natuurlijk. En ik denk dat Wolverine gewoon gebruik gaat maken van dezelfde engine. En de engine is trouwens de Sunset Overdrive engine. Daar komt hij vandaan. Klopt inderdaad. En ik denk dat als je dit zo ziet, dan zou je, omdat het weet je, een soort van... Dit moet hack and slash zijn gewoon. Ja, misschien geen open world is. Want anders had hij wel rondgerend in de stad. Als je van iets een Uncharted game wil hebben,
Ja. In plaats van als je moet kiezen Iron Man of Wolverine, dan 100% dat. Wolverine. Ja, ja, precies dat inderdaad. Weet je, dan, je kan letterlijk zelfs de mechanics dat hij gewoon de berg opklimt met zijn fucking spikes. Dus, tuurlijk. Ja, nee, dus ik zou inderdaad zeggen dat dit juist niet de open world game is. Doe een Wolverine in de Tweede Wereldoorlog of zo, weet je wel. Dat ja, misschien doe je wel meerdere eras. Dat zou inderdaad heel vet zijn. Dus we krijgen even een Wolverine is open world. Ja, dat die dan weer wel, hè? Dus dat, ja, dat is, het is ergens weird. We krijgen een redactie een aanwijzing. Het is toch open world. Ja, die zit gelijk te googlen ook als een motherfucker. Ja, maar dat is super chill. Ja, ja, zeker. Want nu hebben wij onze facts straight, ook al hadden we ze niet straight. Dus dat is fucking nice. Hij is onze Jamie. Ja, nou echt. Maar het ding is dus wel dat... open onderuit geschoffeld. Ook dit is open world, omdat het natuurlijk een beetje... Het is een fluïde term in het worden. Dus misschien is dit wel open zone juist. Ja, maar is het niet ook omdat dan het fundament van Spider-Man er al ligt... en ze dus ook al de tools hebben om daar wat makkelijker een game in te gieten? Ja. Kijk, in God of War, is dat open world? Nee, vind ik eigenlijk niet. Nee, maar het voelt vrij genoeg om hem ook weer niet... soort van gangetje... Stukjes zijn gangetje. Grote gedeeltes ook niet. Ja. Dus dat inderdaad... Maar dat is sowieso wel de trend die je ziet. Hè? Ja. Dat zag je bij Uncharted 4 ten opzichte van 3 al. Dat zag je bij The Lost Legacy. Zag je dat Lost ook Legacy al. Zag je dat nog meer. En dat je gewoon één punt had en dat je wel... Ga de berg maar af daarheen, je zoekt zelf maar uit hoe. Ja, daarom. Ja. En dat er gewoon binnen die vrij lineaire wereld nog wel wat meer vrijheid was dan voorheen. Ja. Ik zie hier wel dus echt als een van de meeste naar uit. Ik weet niet, ja, gewoon om wat hij kan en weet ik veel. Ja. Dat lijkt me gewoon bijna prototype-achtig. Ik hoop niet dat het de gameplay is die we zagen van, hoe heet het? Gotham Knights. Ja. Nee, dan vooral is het niet die. Het moet dat heel, is DC, dit is Marvel. Het moet gewoon heel erg lichamelijk aanvoelen. Gewoon echt, ja, maar zoals prototype was. Gewoon aankomen. Echt, ja, precies. Ja. Dat was hard. Dan hebben we weer een DC-game. Waar volgens mij Koos ook wel naar uitkijkt. Suicide Squad Kill the Justice League. Ja, daar kijk ik meer naar uit dan Gotham Knights. Ja. En omdat dit precies is waar we het eigenlijk al eerder over hadden, toch? Hoe bedoel je? Een hele verhalende cinematische game. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ja, naar het zou schijnt. Je dit dan meer vergelijken met een Guardians of the Galaxy? Ik denk het. Ik denk het haast, ja. Ja, waar Gotham Knight straks Avengers syndroom krijgt. Weer krijgt deze chick trouwens. Deze chick doet echt super, super veel videogames, man. Wie? Die zag je net niet. Nee, ze is de baas van de agency die de Suicide Squad op pad stuurt. Ze zit in Wolfenstein, ze zit in Jedi Fallen Order, ze zit in nog een paar andere games. Zijn dit echte acteurs? Zij in ieder geval wel. Maar dan zal de rest, behalve deze mini-persoon, natuurlijk ook niet per se een mini-persoon zijn. Maar dat ze dan gewoon gesculpt zijn naar actors, dat zou best kunnen. Kijk, het heeft wel echt Guardians of the Galaxy vibe. Ja, toch? Ja. Wat bombastischer, cinematischer. En laten we heel eerlijk zijn, de gameplay van Guardians of the Galaxy was ook niet echt dat was een van de slechtste de ooit. Tering. Maar het super vet verhaal, super vette ervaring. En ook ik denk nog dat een dit beetje redelijk gaat wat vrijheid. Ik mag het hopen. Ja. Ik mag het echt hopen. Want is dat was echt een groot studio? Minpunt. Nee, maar het was echt een groot minpunt van Guardians. Ja. Nee, waar je dus inderdaad denkt bij aanvang van, oh ja, cool, de Gotham Knights, dus de kids en het team van onder Batman. Ja. En dan denk je van, dat is vet. En ik moet zeggen, tot nu toe zijn alle Suicide Squad dingen gewoon, vind ik wat minder cool, want het zijn de D-leaguers. Mm-hmm. En ze zijn nog anti-heroes, of eigenlijk de villains eigenlijk bijna. Maar op de een of andere manier vibe dit meer dan Gotham Knights. Ja. Ja, die trailers zagen er ook beter uit, vond ik. Dus, ja. Wat sfeervoller. Ja. En wel superheroes, toch? Ja, 100%. Ja. De volgende heb ik volgens mij ook helemaal niet gezien. Wonder Woman. Ja, volgens mij hebben we daar een cinematisch dingetje van gezien. Deze wist ik ook niet. Nou, vraag ik me wel af. Ja, oh dit ja. Alleen maar inderdaad een suit en dan... En haar zweep. Precies. Ja, ik wou het zeggen, de lasso. Open wereld? Vast wel. Ja. Ja. Dat denk ik wel, toch? Wat denk je wat dit? Nou ja, ook dit kan weer zo'n verhalende hybride zijn van open. Zoals dus, dat ze hebben natuurlijk, iedereen heeft het succes gezien van Spider-Man. Dus iedereen gaat zo'n game maken. Een semi-open world gevoelige game die eigenlijk gewoon draait om een tof verhaal. Altijd maar dezelfde shit maken allemaal. Ja, het ding is, niks geeft je het gevoel van superheroes zijn dan vrij rond kunnen lopen, nee, vliegen, dat is ook rennen, zo. Zwemmen, springen, weet ik veel wat ze allemaal doen tegenwoordig. Behalve dat er moet een partij kunnen komen die dat verandert. Die inderaad gewoon zegt van ook, ja, met zoals de Wolverine stelt, het is nu dus open world. Maar... Weet je wat ik veel liever zou willen zien in een Ant-Man game, man? Ant-Man kan je zulke vette dingen doen met het shrinken en het groot worden.
De fucking weirde fucking shit op, in de quantum realm, dat soort dingen. Ja, ik daar denk, kan je echt lijpe shit verhaal doen. Ook, weet je, ja? Zonder dat je open world shit hoeft te doen. Wat ik nu ook voor me zie, zeg maar de scènes en de grootsheid van een God of War, maar dan met Wolverine die beuken uitloopt. Ja, 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 dat, ja, die vette scènes, als je met hier en daar wat quick time events misschien, maar de beuken die maar, dan maar daarom heb ik zoiets, maar daarom heb ik zoiets van Wolverine, dat moet geen open world game worden. Dat moet echt een God of War type stijl. En dit dan? Want ook Wonder Woman kan natuurlijk vliegen, dus dat is eigenlijk al bijna, dat telt niet helemaal. Maar je kan natuurlijk ook gewoon daarmee een vet verhaal vertellen met haar lasso en dit en dat ik gelijk. Weet niet, die voel ik dan weer niet. Nee? Dus het wordt een open world game? Ja. Ja, oké. Okay. Als je hem niet voelt, dan is het waarschijnlijk ongeïnspireerd. Ik heb echt zin in haar onzichtbare vliegtuig om daarin te gaan zitten in de open world game. Je weet niet dat Wonder Woman een onzichtbaar vliegtuig heeft? Nee. Nee. Ah, ja, dat is wat zij heeft. Wat sick, ja. Dan kan je haar letterlijk zien zitten. Maar ze kan al vliegen, sowieso. Ja, zo zit. Ik weet niet hoe ook alweer, maar met haar wonderkind. Ja, zo zie je haar zitten, inderdaad. Ja. Een game die niet een open world game gaat worden is, we zagen hem net al, Marvel's Midnight Suns. Ja. En die is, ja, toen die aan werd gekondigd, had ik wel zoiets van, oké, gelukkig een keer wat anders. Ja, heel erg. Natuurlijk inderdaad die XCOM-serie, en dit wordt een XCOM-achtige game. De eerste trailer vond ik heel vet. En dit is denk ik een... Weet ik eigenlijk niet zo goed. En dan had ik weer zoiets van... Oh, het maakt op een gegeven moment straks helemaal niet meer uit wie met wie je gaat. Het zijn gewoon... Het is bijna een hero... Nou, het is niet een hero brawler. Maar het is zo'n hero ding waarin je gewoon drop-in, drop-out. Gewoon soort, maakt niet uit wie je doet. Zeggen, het voelt niet als een superhero game. En is dit geen superhero game? Het voelt gaan niet, deze ook maar het voelt niet als... Het voelt als dat ze gewoon daarom vind ik het een wel game fresh. Concept hebben en daar maar superheroes in gestopt. Ja, maar dat is gewoon de units die je hebt in een XCOM game, die zijn nu geskind naar helden. Ja. Zij is toch gewoon van fucking StarCraft? Ja, of Diablo of zo. Ja, precies. Dat is ook zo weird. Maar ik vind het gegeven... Ja, oké, je hebt ergens gelijk dat ze hebben een game bedacht en ze hebben daar maar superheroes in gezet. Maar kan het alsnog wel tof zijn? Het enige zeker. Is... Het maakt niet meer uit wie je in dat team hebt waarschijnlijk. Ja, afgezien net zoals veel als dat het uitmaakt in XCOM. Maar het voelt een beetje als een mismatch, zeg maar. Want kijk, superheroes zijn echt natuurlijk super mainstream. En echt voor het grote publiek. Oh. En ik denk, deze game gaat niet voor het grote publiek zijn. Nee, want het game aspect of de gameplay zal niet zijn voor iedereen. Nee, en ik denk wel dat het een hele gruwelijke game gaat zijn. Dat ja, denk je dat wel. Die goed gaat worden? Ja, ik denk dat die heel vet gaat worden. Ja, zeker weten. Ja, ik ben dus heel benieuwd. Juist omdat het zo'n... Ik ben hier ook gewoon benieuwd naar omdat het zo'n gekke spelconcept is. Volgens mij is deze uitgesteld van iets van dit jaar naar... wat is dat? Ja, volgend jaar. Begin volgend jaar. Okay. Maar, iets voor Daan. Marvel Snap. Snap. Snap, man. Godver, snap. Oh, snap. Moeten we nu helden gaan fotograferen? Zoals een Pokémon Snap? Ja. Dit is letterlijk Pokémon Snap. Serieus? Maar dan ook van Niantic volgens mij zelfs. Snap. Snap. Crap. Dit is heel weird waarom je dit Snap Go. Ja, nee. De volgende game is die game. Ja. Dit is niet Pokémon Snap. Dit is een card game. Ik zat al te kijken van hoe de fuck ga je hierin zitten fotograferen. Ik zie het ineens en ik denk van nee, dit is niet de goeie. Gaat snel! Hey, daar is die wel. Maar dit is een card game. Dope. En die komt ook naar Android en dus ook waarschijnlijk iPhone. Dus denk je, is dat dan een superhero game? Kunnen we dit meetellen? Nee, dit tellen weer, we nooit voelt mee, weer toch? Als een mobile game die geskind wordt met superheroes. Ja, precies. Dit is een mobile game. Als dus je niet alleen hoor, maar kan zijn, maar als je hem als een kaartje in kan zetten, dan vind ik het eigenlijk geen superhero game. Nou, en het is meer dat soort van, als wij het over, weet ik veel, BR of dit of dat, we hebben het ook nooit gezegd van, oh, er zijn te veel Clash of Clans-achtige games. Mm-hmm. Want dat is gewoon niet content die op GameKings terechtkomt. Dus ergens telt deze ook niet. Vanuit JJ, omdat... Nee, het zijn er negen. Het zijn er maar negen. Deze voert hij nu aan, omdat het toevallig iets met superheroes te maken heeft. Maar dit is iets waar we op GameKings nooit normaal over zouden praten. Daar ga je ook dus geen review over krijgen. Als je straks de Captain America skin in Warzone hebt, dan is Warzone ook ineens een superhero game. Ja, maar je weet gewoon al bij zo'n card game voor mobile, oké, het gaat fucking domme lootboxes bullshit worden. Ja. Laat me zitten. Nee, maar behandelen we normaal ook niet. Dus dan vind ik het ook niet fair dat we nu, omdat het een superhero team heeft, het nu ineens wel behandelen. Nee. Dus ook deze gecanceld zijn er vanaf 9. De volgende, though. Ben ik ook benieuwd of we hier nog... We hebben er nog 2. Marvel's... Ja, dit is ook geen superhero game. Weg ermee. World of Heroes heet dit. En dit is dus Pokémon Snap. Ja, terug van Niantic. Gewoon lekker wat. En
ik weet het niet. Ik denk dat je mag hier, volgens mij kan je hier een beetje je eigen versie zijn van. Nou, in dit geval dus Doctor Strange, Cyclops, Leip. En zij heeft Mjolnir. Ik ben hier best wel een beetje saai. Ja, je gaat weer rondjes door de stad omdat ik lopen. Benieuwd ben wat ze... Ja, dat. Mensen een beuk te geven met Mjolnir. Dat is toch lijp? Ik weet niet wat ze ermee bedacht hebben. Weet je, ik ben gewoon benieuwd wat gaan ze hiermee doen. En is dit... ook dit zou ik niet een superhero game of deze. Maar gaat dit gewoon... Ja, waarschijnlijk gaat dit dan ook gewoon zijn van... Oké, Galactus is hier in het park. Ga met z'n allen heen. Ja. Jij hebt je karakter gebouwd als zijn. Je hebt gelijk, het is nu al door. En is het dan die endgame shit dat al die superheroes, want ik ben... Iedereen rent met zijn telefoon en gaat... Dat is wel... Ja, maar ergens is het is zo dorky nee, dat ik het ergens leuk vind. Waarschijnlijk ja, niet als je het ziet. Precies, dat is gewoon LARP in het park. Dit is gewoon LARP in het park, dit. Zonder LARP-suit. Laat mij dan maar gewoon Pokémon vangen tussen de onderste rond. Maar mogen we dit... Is dit ook... dit is ook weer niet een grote studio die die een superhero game nee, maar deze games hebben we wel eens eerder behandeld. Van The Witcher, ook Pokémon Go. Mm-hmm. Dus ik geef ze een pass op deze. Dan, dus deze allowen we. Ja, omdat je zelf zogenaamd een superhero kan zijn. Binnen het Marvel-universum. We zitten nu trouwens te kijken naar de nieuwe Captain America game. Meets Black Panther. Ja, Meets Black Panther. Van Amy Henning. Van Uncharted. Uncharted, ja. Dus dit wordt dan de Uncharted game. Of juist niet, omdat ze... Het ziet er wel lijp uit, hoor. Het ziet eruit alsof het zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Klopt, ja, dat is ook zo. Dat is heel sick. Ik ben benieuwd ook hoe Black Panther daarin past. Want Black Panther is natuurlijk gewoon een lange legacy. Ja, maar daarom. Of volgens mij dan met T'Challa spelen? Nee. Dat nee, dacht ik al. De vader van... De vader van T'Chaka. De vader van T'Chaka? Ja, iets met een A. T'Chaka. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is dus waarschijnlijk de vader van T'Chaka. Het is in ieder geval een Black Panther boy met een A. En nou ja, daar weten we ook heel weinig van. Afgezien van dat er ooit ook een speculatie is geweest. Van dat er, ja, heel tof. Ja. Dat is super tof. Maar dat er een Black Panther game zou komen. Is dat deze? Matties zijn? Ja, dat denk ik dat deze dat is. Ja. Ik denk niet dat ze vanaf het begin matties zijn. Dat denk ik ook niet. Nee. Dus dit is die Black Panther game die een tijdje geleden... Want anders is er nog eentje. En die nee, dan, dat geloof ik niet. Nee, daarom. Hè. En ze hebben daarvan al gezegd namelijk dat het een open world game zou worden. Dus dat is deze team-up game is dan ook een open world game. Weet je wat het ding is? Nee, er zijn niet genoeg... niet te veel... Nee, er zijn niet te veel superhero games. Want dat is maar een setting. Mm-hmm. Waarvan er te veel zijn cheapskate open world kopie games. Is dat niet, is waar er te veel van zijn. Kijk, daar waar we de laatste enkele jaren zien dat iedereen eigenlijk richting de live service games wil, is we willen dat deze game een open wereld element heeft, een veel langer lopende trend al. Nou, die nog steeds nou, gaan. Maar kijk, dus, ik zal je ook zeggen, ik denk dat het vooral ook met efficiëntie te maken heeft. Als je ziet hoe natuurlijk Insomniac een wereld heeft opgebouwd, nou, daar kunnen ze nu in een hele korte tijd 3 games vanuit poepen. Terwijl ze dat daarvoor niet hadden gekund. Mm-hmm. En al helemaal omdat het in New York is. Ja, nou, maar wat jij zegt, daar heb je wel een punt. Ik denk dat wat mij betreft, dat er niet dus te veel... Het is maar een setting. Dus dat natuurlijk is het een beetje creatief armoedig om maar soort van superheroes erin te gaan zetten. Maar als die games die daarop uitkomen vet zijn, dan maakt het toch niet uit of het superhero is of iets onbekends zonder Mario. Nee, maar ik had wel wat we ook een beetje net als discussiepunt werd opgegooid. Ik heb wel zoiets van, ik vind het cooler als we wat meer zouden experimenteren qua genres. Ja. En daarmee... Nou, ergens gebeurt het wat, hè? Want een card game, een snap game en vooral ook... Dat voelt gewoon als mobile. Dat voelt als kind mobile games. Maar verder vragen we ons eigenlijk alleen maar af, wordt dit meer een Uncharted game, wordt het meer een open wereld? Het is niet dat we daartussenin heel veel... Nee, dat klopt. Dat is inderdaad dus... En dat is wat mij betreft dus meer hier aan makt, aan de trend van superhero games. Niet dat het thema superhero games heeft. Want... Kijk, het is misschien gek, maar een shooter. Ja, fucking cool, toch? Dat weet ik van met wie, Bucky, weet je kan echt van allerlei dingen kan je gewoon een shooter van maken. Ik zou dat gewoon met Bulletstorm, de Punisher doen. Of met de Punisher, weet je, met een Bulletstorm, weet je, als je iemand een trap geeft, dat ze ook gewoon een beuk geeft met je arm, dat ze dan wegvliegen. Je kan prima, je kan zoveel dingen verzinnen, maar ze spelen het inderdaad net zoals in films en wat dan ook, allemaal op safe. Dus nee, wat mij betreft zijn er niet te veel superhero games. Want dat is pas een ding wanneer die games kut zijn. En echt een goede roleplaying game misschien, weet je wel. Precies. Ja. Zelf een superhero of wat dan ook. Er kan zoveel hiermee.
Maar net zoals datzelfde geldt voor BR-games. Weet je, zijn er te veel BR-games? Ja, dat wordt pas te veel wanneer al die BR-games kut worden. Ja. En er zijn een paar die zijn gewoon heel bruut. Dus is dat misschien niet zo? En hetzelfde geldt voor vroeger, voor MMO's. Ja, er waren op een gegeven moment misschien te veel MMO's. Omdat niet iedereen kwam überhaupt in de buurt van World of Warcraft. Ja. Maar zolang er Spider-Man's, Spider-Man 2's, Wolverines, die waarschijnlijk allemaal wel heel lijp gaan worden. Maar dat maakt allemaal niet uit. De markt zal het altijd uitbalanceren. Want als het te veel zijn, weet je, en het is kut, dan gaan mensen vanzelf wel iets anders doen. En ja, dan sterven die games af en dan denken developers ook, publishers, misschien moeten we iets anders gaan doen. Dus tijd voor een volgende trend. Ja, maar nog één vraag dan. Is dat dan, wat zei je nou precies? Want daar probeer ik nog even een eindconclusie van te maken. Dat de markt het altijd zal uitbalanceren. Ja, maar wij moeten hier nu de vraag beantwoorden van, zijn er te veel? Dus in principe als je jou, wat ik helemaal terecht vind, de markt beslist. Ja. En wij kopen nu nog met z'n allen. Nee, dat komt nog. Misschien zijn er te veel. Misschien als we dit allemaal binnen de komende 2 jaar hebben gehad. Denk dat niemand het koopt, dan is het blijkbaar te veel geweest. Maar dan, ik denk vooralsnog niet. Dat zullen we pas de komende 2 jaar merken. Of dan ineens de makerlijf van games die op dat moment in de maak zijn, afneemt. Maar als 4 van deze games, van dit hele lijstje, volgens mij door 8 of 9 dan. Als 4 van deze games gewoon het Arkham, Spider-Man niveau weten te behalen. Dan is het niet. Nee, dan is het fijn, toch? Ja. High five on that. Dat was hem.